Bienvenue à tous, welkom iedereen. De Nationale Bank publiceerde 16 mei haar macroprudentieel verslag en Financial Stability Report. Het is al de 23e editie van deze publicatie. De eerste keer was in 2002. Waarom publiceren we nu eigenlijk deze verslagen en rapporten? In België is de Nationale Bank van België de macroprudentiële autoriteit. En met dit verslag geven we onder meer gevolg aan de vraag van de wetgever dat die macroprudentiële autoriteit elk jaar rekenschap dient te verschaffen over de invulling van haar mandaat als bewaker van het financieel systeem en de stabiliteit in België. Donc, concrètement, au minimum une fois par an, nous devons dire quelle action nous avons prise en tant qu'autorité macroprudentielle et expliquer pourquoi nous prenons telle ou telle décision. C'est ce que vous trouverez dans le rapport macroprudentiel. Évidemment, les décisions que nous prenons reposent sur une analyse détaillée de tous les développements pertinents pour la stabilité financière. Cette analyse détaillée, vous pourrez la retrouver dans le Financial Stability Overview du Financial Stability Report. Alors, ce sont deux publications très complémentaires. En plus de cela, le FSR comprend cette année des articles thématiques qui vont notamment analyser encore plus en profondeur les marchés immobiliers résidentiels et commerciaux et aussi l'écosystème fintech belge. Steven zal het de komende 40 minuutjes de belangrijkste boodschappen uit het macroprudentieel en financieel stabiliteitsverslag meegeven. Na deze presentatie volgt er een paneldiscussie begeleid door mijn collega Jo met Hans de Grijze, Marianne Collin en Hilde Vernaaien. Je passe à présent la parole à Steven. Goedemiddag, een groot plezier om hier te mogen zijn vandaag en u te mogen verwelkomen op inderdaad een presentatie van een macroprudentieel verslag waarvan we toch wel de zwakheid hebben om te denken dat het een bepaald maatschappelijk belang heeft. U weet dat de Nationale Bank uiteraard instaat voor het microprudentiële toezicht op banken en een heel deel van de financiële sector. Maar het macroverhaal is iets wat zeker ook terecht de mensen interesseert. En het is ook een verhaal dat heel vaak impact heeft op de manier waarop gezinnen bijvoorbeeld kunnen rekenen op een aantal dingen die hen dierbaar zijn, zoals de kans om een huis te verwerven, de kans om een eerlijke vergoeding op hun spaartegoeden te kennen. En het is geen mirakel of geen verrassing dat het macroprudentiële verslag ook heel wat elementen bevat die deel uitmaken van dat maatschappelijke debat. Je dois vous situer peut-être en guise d'introduction le fait que... Attendez, j'espère bien que... wait a second. En guise d'introduction, je dois vous dire que vous avez tous bien sûr pu suivre que l'économie en 2023 se caractérise par quand même encore la fin de toute une série de crises qui nous mettaient mal à l'aise avec une inflation qui en 2023 était encore très très élevée, mais en même temps comparée aux attentes ou peut-être aux craintes qui étaient formulées, quelque chose qui ressemble quand même à un soft landing. En termes de croissance, il faut reconnaître que les économies, notamment les économies européennes et l'économie belge, ont été particulièrement résilients et que malgré un certain nombre d'événements, notamment en Suisse et aux États-Unis, le secteur financier en 2023 s'est porté plutôt bien. Et donc vous vous attendez normalement à un rapport macroprudentiel « All's quiet on the Western Front ». Souvent, c'est le moment d'identifier quand même les quelques caractéristiques et faiblesses qui demandent et qui requièrent notre attention. Parce qu'il est clair que cette lutte contre l'inflation a aussi donné lieu à des taux d'intérêt qui ont quand même grimpé de façon assez spectaculaire en termes de vitesse. D'aucuns trouvent que les banques centrales ont peut-être attendu un peu longtemps avant d'agir, mais quand ils se sont mis à agir, in een periode van
uiteraard wel iets meer dan een half jaar, maar in een korte periode de rente met 4,5% optrekken tussen september van 22 en de zomer van... Nee, ik zeg het fout. Hè. We zijn gestart in september van 23 en tegen de zomer van 22. En in de zomer van 23 zaten we op 4,5. Dat is alles tezamen dan toch een flinke verhoging in korte tijd. En dat heeft uiteraard effect gehad op de situatie van de financiële sector. Omdat de rentesituatie nu eenmaal een belangrijk element is van de soliditeit. U ziet daar een disclaimer. Ik ga niet spreken over de openbare financiën. Daarvoor moppert de Nationale Bank al genoeg in zijn jaarverslag. Maar ik wil niet wegsteken dat het uiteraard een onderdeel uitmaakt van elke verstandige analyse van wat de stabiliteit van de sector kan beïnvloeden. Wij spreken hier in het kader van dit verslag over datgene wat ons rechtstreeks interesseert. En ik begin met een tweetal slides die u meteen een goed overview gaan geven. De eerste slide heeft te maken met de banken. De tweede slide die ik u zal tonen heeft te maken met de verzekeringssector. En u vindt aan de linkerkant alvast, ten eerste vindt u daar het bewijs, ik vind het altijd interessant om daar nog eens op te wijzen, dat de bankaire sector in ons land toch best wel een heel belangrijke is. Voor degenen die het getal van het BBP in 2023 niet meteen in het hoofd hebben, dat is 585 miljard. En u ziet dus meteen dat de bankaire sector in 2023 goed is voor haast twee keer hetgeen de Belgen op een jaar verdienen. Dus de sector heeft dubbel zoveel op zijn balansen staan als het BBP. Maar u ziet meteen ook op de tweede lijn dat de solvency ratio, dat die eigenlijk behoorlijk er goed uitziet met 16,7%, zit men eigenlijk in een situatie waarbij men gevoelig boven de noodzakelijke niveaus zit die opgelegd worden in het kader van, laten we zeggen, de volledige Basel-infrastructuur. En het cijfer dat u daar ziet toont eigenlijk dat ongeveer 20 miljard euro van de eigen fondsen vrij zijn. Dat wil zeggen, bovenop datgene komen wat eigenlijk verplicht is. Ook de rendabiliteit, dat ziet u, is behoorlijk. Met 12,1% hebben we eigenlijk een rendement voor de sector op het eigen vermogen van een voldoende hoog niveau. Als je dat vergelijkt met de andere landen, dan zie je aan de rechtse zijde, op de grafiek, helemaal rechts. Nee, dat is niet juist. Ik ben een beetje in de war hier. Ik ben eens aan het kijken of ik hem heb. Ik was er nogthans van overtuigd dat we een vergelijking hadden. Ja, natuurlijk, wel helemaal rechts ziet u wel degelijk. Als u kijkt naar de juiste as, de as die verticaal staat, dan ziet u wat de return on equity is in België. En u ziet dat we daar eigenlijk in de middenmoot van de Europese Unie zitten. Een klein beetje hoger dan het Europees gemiddelde, hoger ook dan Duitsland en Frankrijk. Maar eigenlijk lager dan heel veel andere Europese landen. En dus dat relativeert een klein beetje de kreten die er soms worden geformuleerd over overmatige winsten van de financiële sector en de banken in het bijzonder. U ziet dat de Oostenrijkse banken, de Portugese banken, de Griekse banken op niveaus van rendabiliteit zitten die hoger zitten. En dat op hun beurt hebben zij een cost-to-income ratio die een klein beetje gezonder lijkt dan die van ons. En dus er zijn behoorlijk wat landen die hun cost-to-income ratio aan de linkerzijde hebben van waar België staat. U ziet ook dat Duitsland en Frankrijk een beetje in de minder interessante positie zitten van cost-to-income ratio te hebben die wat minder gunstig is dan België en daarboven ook alles tezamen een return on equity hebben die wat lager ligt. Als u teruggaat naar België als zodanig en dan vraag ik u te kijken naar de,
de grafiek in het midden van deze slide, dan ziet u daar aan de ene kant in het wat grijze de grote banken en in het wat fellere ziet u de, laten we zeggen, de spaarbanken in België. Dan ziet u twee dingen en dat is niet nieuw. De grotere banken die hebben een grotere rendabiliteit dan de kleintjes. Dat is altijd zo. Heeft uiteraard te maken met een aantal zaken die gemakkelijker afgeschreven geraken op een groter volume. Als je witwaswetgeving moet zien te respecteren, als je je tegen cybersecurity moet indekken. Alle mogelijke dingen die vandaag geëist worden van een goede bank, dan is het natuurlijk zo dat je weliswaar in een niche heel goed kunt overleven, maar dat je waarschijnlijk wel wat kosten moet maken die over minder cliënten kunnen worden afgeschreven. Dat verklaart voor een stuk waarom de small saving banks een wat minder goede positie hebben. Maar u ziet toch ook, als u dat aandachtig bekijkt en u vergelijkt het jaar 2020 met het jaar 2023 op beide slides, dan ziet u twee dingen. Dat is dat de rendabiliteit verbeterd is. En trouwens ook de cost-to-income ratio. Maar u ziet vooral dat de achterstand, of de achterstand die er bestaat voor wat de spaarbanken betreft, dat die voor een stuk ingehaald is geweest in 2023. Dus dat eigenlijk de verbetering voor de spaarbanken wat sterker is geweest dan voor de grote banken. All in all dus, zowel in Europese vergelijking als in termen van doorheen de tijd kijken waar we staan, een situatie die eerder als gunstig kan worden beschouwd. Ik trek ook nog tenslotte uw aandacht, en ik ga niet bij elke slide zo lang blijven stilstaan, maar ik trek nog uw aandacht op de onderste lijn, de liquiditeit. Want onder andere de crisissen met Silicon Valley Bank, alles wat er aan de andere kant van de Atlantische Oceaan is gebeurd, in zeker opzicht toch ook de snelheid waarmee Credit Suisse in de problemen is gekomen, heeft geleerd dat een bank die in de problemen komt, dat is niet altijd een kwestie van onvoldoende solvabiliteit. Dat kan soms ook een echte liquiditeitsproblematiek zijn. En het is duidelijk dat de regels die wij hanteren vandaag, de liquidity ratio van een goede 150, is vandaag zo ongeveer 50 punten boven datgene wat men Baselgewijs verlangt van de banken. Maar dat men tegelijkertijd bij de toezichthouders aan het nadenken is of de manier waarop wij de liquiditeitsregels hebben opgevat, of die aangepast zijn in de moderne tijden waarin men met iets meer snelheid zijn middelen kan terugvragen wanneer men op zekere ogenblik het vertrouwen in een bank zou kunnen verliezen. Denk aan alle overschrijvingen die vandaag... U kunt vandaag meteen een overschrijving doen samen met mij. We kunnen geen bankrun organiseren, denk ik. Daarvoor zijn we nu toch niet te talrijk genoeg. Maar we zijn wel allemaal in staat om met onze bank in contact te komen in de komende 5 minuten en daar eventueel wat sommen te verzetten van A naar B. Dat was 10 jaar geleden niet op dezelfde manier mogelijk. Goed. Ik ga dan, zoals beloofd, naar mijn tweede slide die cruciaal is en dat heeft te maken met de verzekeringssector. Ook daar kan ik gelukkig zeggen dat we het vrij goed hebben gedaan in 2023. Solvency rate is ongeveer 2 keer zoveel als wat je zou noodzakelijk mogen achten. 216 tegenover datgene wat... wordt gevraagd, is dubbel zo sterk. Ook in termen van profitability, 10,9% rendabiliteit, zeer behoorlijk. Dat is ook aangestuurd geweest door een vrij goede groei in de premies. U ziet dat onderaan, zowel voor het leven als niet leven, ziet u dat er een behoorlijke groei is van de premies. We gaan dan even in detail en ik ga proberen hier wat sneller te gaan. Eerst over de hypotheekmarkt. En kijkt u vooral op die linkse slide naar de rode lijn, niet te veel naar de zwarte lijn. De rode lijn is degene die we uitgezuiverd hebben voor herfinancieringen. Die geven nu een echt idee van de vraag. Ah, rode, bij mij, bij u, blauw. Zo ziet je maar. Dus de dikke blauwe lijn moet u volgen. Dat is eigenlijk de lijn die het meest relevant is. De lichtblauwe, dat is met de herfinancieringen bij. En u ziet inderdaad een daling.
c'est un retournement du cycle, et il est marqué, mais il est en même temps ordonné. Et ça se confirme d'ailleurs quand on jette un œil sur les prix des maisons. Vous voyez clairement qu'il y a un refroidissement, c'est clair, et vous voyez d'ailleurs qu'en 2023, commence à s'installer une logique plutôt de stabilisation plutôt que de descente des prix. Je vous rappelle qu'il s'agit des prix réels, donc déjà corrigés pour l'inflation, mais je vais vous dire que dans pas mal d'autres pays, notamment dans nos pays voisins, des corrections avec un peu plus de force se sont imposées, notamment par exemple aux Pays-Bas. Et donc vous voyez que tout compte fait, oui, on ne peut pas sous-estimer que le niveau de nouveaux crédits hypothécaires avec 33 milliards d'euros est à un niveau inférieur de l'ordre de 25%, donc un quart de moins de crédits hypothécaires que ce qui était enregistré en moyenne les cinq années précédentes, donc descente marquée, mais il faut quand même aussi reconnaître qu'on a pu éviter un repli excessif de la demande. Même quand on voit que les nouvelles transactions immobilières sur le marché secondaire sont aussi diminuées de presque 20%. Alors, est-ce qu'on a connu la fin de cette descente? Ça reste à confirmer. Quand vous regardez à droite dans ce slide, où vous voyez comment le cycle se présente en termes de production des crédits de mois en mois, vous voyez dans la graphique en vert les 2-3 premiers mois de 2024, et avec un peu d'optimisme, vous pourriez croire, donc vous voyez la moyenne de 2018 jusqu'à 2021 se situe dans ce bleu très 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 pâle, hein. Et les années suivantes, 2022, 2023, 2024, se présentent comme vous voyez. Vous voyez clairement que 2023 se situe vraiment en dessous de la moyenne, et vous constatez aussi qu'avec le vert, 2024 se présente avec quelque chose qui pourrait être un petit redressement. Alors, est-ce que cette correction, que je vais quand même qualifier de très modérée, est-ce qu'on peut imputer ça à quoi? Ben, premièrement, il ne faut pas sous-estimer que tout au long de la crise, les ménages belges ont continué à profiter, à jouir d'un environnement où leur pouvoir d'achat a été largement protégé. Il y a l'indexation salariale automatique, il ne faut pas le sous-estimer. On peut toujours avoir des considérations sur le coût que cela implique, notamment aussi pour les employeurs, mais il faut aussi reconnaître que ça sauvegarde le pouvoir d'achat des ménages. Il y a eu quand même aussi un allongement modéré des maturités, quelque chose que vous voyez illustré sur le slide à gauche. Vous voyez que la durée s'est un peu élargie, et c'est quelque chose qui a été fait pas à la dissatisfaction de la Banque nationale. Au moment où on a estimé qu'il était sage de ne pas rallonger, on a clairement dit au secteur, faites attention, il ne faut pas pousser les gens vers des emprunts trop larges en offrant des maturités trop longues. Mais au moment d'un retournement du cycle, nous avons regardé avec un bon œil le fait qu'on a rallongé quelque peu la durée des emprunts pour pouvoir maintenir une logique de production de prêts hypothécaires. Dans cette discussion, vous allez me pardonner que je veux insister sur un élément qui est souvent dans les journaux. Est-ce que les jeunes familles, est-ce que les jeunes couples, est-ce qu'ils sont encore capables d'acheter une maison? Eh bien, la partie des jeunes emprunteurs a encore augmenté. Het aantal mensen jonger dan 35 die in die grafieken zitten met een ontlening
Dat was in de periode 2015-2021 rond de 35-36% van het totaal. En het is gestegen naar 40%. Er is een toename geweest van het aantal jonge mensen die in staat zijn geweest, of die bereid zijn geweest, die wilden een hypothecaire lening afsluiten. Ceci s'accompagne en même temps avec quelque chose qui doit aussi nous faire plaisir. We stellen vast dat eigenlijk de kwaliteit van die leningen, kwaliteit in de betekenis van zijn mensen in staat om de afbetalingen te respecteren, eigenlijk excellent is. Het aantal default rates is blijven dalen. We hebben dat, vinden wij, en dat is misschien een beetje auto-zelffelicitatie, maar het is ook een felicitatie voor de sector. We hebben dat kunnen realiseren, kijkt u naar rechts, met iets wat wij de prudentiële verwachtingen noemden. We hebben dus eigenlijk nooit, en sommige bankiers gebruikten ons misschien wel eens een keer als de sterke rug waarachter men zich kon verschuilen om tegen mensen te zeggen, nee, dat mag niet van de Nationale Bank. Ik kan u onmogelijk 105% gaan lenen van hetgeen wat u wilt kopen. Wel, in werkelijkheid hebben wij nooit dingen verboden. We hebben gewoon gezegd, dit is wat wij verwachten. En als je er niet kunt aan houden, dan willen we daar wel een goede uitleg voor. Maar het heeft wel voor resultaat gehad dat de sector bijzonder gedisciplineerd is geweest. En u ziet eigenlijk, als u kijkt aan de rechterkant, dat de kwaliteit, en hier wordt het uitgelegd in het stuk loan to value, dat wil zeggen hoeveel leen je ten opzichte van de waarde van een goed dat je wil verwerven. En u ziet eigenlijk dat die, nu kijk ik wel zowel naar mijn slides, maar ook naar wat u daar ziet, dan ziet u op de lichtblauwe balkjes dat eigenlijk het stuk dat veilig is in de zin van minder dan 80% lenen van de waarde waar het over gaat, doorheen de tijd in elk van de betrokken segmenten toegenomen is. Dat gaat zowel over de mensen die voor het eerst een woning kopen, de mensen die al een woning hebben, maar toch nog altijd er zelf willen in gaan wonen. En over tenslotte de derde categorie, de mensen die willen kopen om het te kunnen als een investering beschouwen, om het te kunnen verhuren. Wel, u ziet dat in elk van die gevallen heeft de bankaire sector eigenlijk de veiligheid van datgene wat men in de markt heeft gezet in termen van loan to value, weten te verbeteren tussen pakweg 2016 en 2023. En we vinden dus wat dat betreft dat die prudential expectations echt wel succes hebben gehad. Wat meteen ook verklaart waarom we een eerste ding hebben gedaan. Maar ik ga daar misschien straks aan het einde nog een woord over zeggen. Het komt erop neer dat wij een buffer opgelegd hadden aan de banken om zich in te dekken tegen het risico dat er op zeker ogenblik een harde correctie zou komen op die hypotheekmarkt, in het kader van wat de gezinnen kunnen of niet kunnen. En we hebben een stukje van die buffer losgemaakt, met andere woorden vrijgegeven. Maar ik ga dat straks nog eens herhalen, want we hebben dat allemaal niet zonder meer gedaan. We hebben een andere buffer verhoogd, zodanig dat je eigenlijk kunt zeggen dat wat we met de vestzak hebben gegeven, dat we dat via de broekzak meer dan terug hebben genomen. Ik kom daar straks wel op terug. Ik kom dan op een onderwerp dat zeker de aandacht van de media heeft gehaald. En dat is de relatie tussen de banken en de Belgische gezinnen. Wanneer het gaat over, hebben wij vandaag een situatie waarin gezinnen een faire deal krijgen. En ik ga beginnen op deze slide met het goede nieuws. Het goede nieuws is natuurlijk dat je eigenlijk in een situatie zit waar de hypothecaire markt toont dat de financiële sector eigenlijk de gezinnen zeer sterk beschermt tegen de renterisico's die zich gemanifesteerd hebben naar aanleiding van alle beslissingen die in Frankfurt zijn genomen de laatste jaren. Het aandeel van vaste rentevoeten in de hypothecaire markt is in België bijzonder hoog. Er is eigenlijk alleen maar Frankrijk dat ons daar nog in klopt. Maar u ziet in die linkse grafiek dat enorm veel landen, de gezinnen daar bij iedere beslissing van Frankfurt of desgevallend hun eigen overheid, bij iedere beslissing om de rente te verhogen, weten ze meteen
dat hun eigen gezinsbudget erdoor zal worden beïnvloed. Omdat ze in het overgrote deel van landen zoals Finland bijvoorbeeld weten dat hun rentevoet variabel is. Dat is niet het geval in België. In België is 90% of meer vast. En dat wil eigenlijk zeggen dat de banken dat renterisico op zich nemen. Uiteraard kunnen ze dat indekken, maar heeft allemaal een kost. Als je kijkt, en dus dat linkse verhaal heeft eigenlijk te maken, dat moet je eerlijk bekennen, met diegenen die vandaag al een hypothecaire lening hebben afgesloten. Wat is het dan de situatie met de mensen die nu nog een hypothecaire lening moeten afsluiten? Die ondervinden natuurlijk wel bij de start van hun hypotheeklening de invloed van de hogere rente. Maar ook daar, en dan trek ik uw aandacht op de slide helemaal rechts, of de grafiek helemaal rechts op deze slide, daar hebben we nagekeken, is er daar een voldoende straffe concurrentie die maakt dat de tarieven die men vraagt aan nieuwe ontleners, of dat die voldoende conform zijn met wat we mogen verwachten wanneer we kijken naar wat de rentestand vandaag doet. Et il se fait que, apparemment, quand on compare la ligne qui est aujourd'hui... attendez, je dois regarder. Donc en grisé, pas en pointillé en tout cas. Et les couleurs sont vraiment faites pour vous rendre la vie difficile, ça j'avoue. Mais donc, quand vous comparez ce slide qui est plus long, donc en grisé, avec ce qui est un peu plus pointillé, on se dit qu'en utilisant les forward rates sur le marché, on s'attendrait à des taux plus élevés dans les prêts hypothécaires que ce qui est actuellement offert par les banques aux ménages qui commencent à emprunter. Et donc, en d'autres termes, il se fait qu'apparemment, il y a une concurrence assez forte sur ce marché des emprunts. Peut-être que cela compense partiellement, en nu komt het minder goede nieuws, la situation concernant cet autre volet de ce que représente une famille, c'est-à-dire une famille n'est pas seulement emprunteur, mais il est souvent aussi épargnant. Et là, la situation se présente un peu différemment. Daar stellen we vast dat de snelheid waarmee de rente is aangepast geweest op de deposito's trager is dan wat we eigenlijk als Nationale Bank verwachten. We hebben nooit verwacht, zoals in sommige politieke middens wordt gesuggereerd, dat de snelheid van de verhoging van de rente zou gelijk tred houden met datgene wat door de Centrale Bank in Frankfurt om de 6 weken beslist is geweest de afgelopen maanden. Dat hebben we nooit verwacht. Maar men heeft wel een iets snellere aanpassing verwacht. Die aanpassing is er na wat aarzelen wel gekomen op de termijnrekeningen. Maar er moet ook gezegd worden dat in het begin de termijnrekeningen niet bijzonder hard in de etalage werden gezet door de financiële sector. Het was niet evident om jezelf aan een termijnrekening te helpen. Men heeft daar niet bijzonder veel publiciteit voor gemaakt. Als je kijkt naar de rentevergoeding die er op die termijnrekeningen werd gegeven, dan is dat ondertussen wel conform met onze verwachtingen. Maar niet op het niveau van de savings deposits, waar het tempo wat trager is geweest. Je zou kunnen je afvragen, wanneer we straks aan een cyclus komen van terug renteverlagingen, zullen de banken dan ook zo aarzelen om de vergoeding naar beneden aan te passen? We zullen dat moeten zien. That's why I qualify all this as it's complicated. Aan de ene kant kun je in België maar beter ontlener zijn, want dat valt bijzonder goed mee. Als het gaat als spaarder, dan valt daar misschien nog wel iets over te melden. Wacht eens even. Nu ga ik ineens veel te snel. I'm so sorry. Ja, ik wil bij deze grafiek nog één woord zeggen, want u zult mij misschien heel kritisch hebben gevonden. En ik kijk naar mevrouw Collin, die denkt, wat ga ik straks allemaal repliceren op al dat... op al die overwegingen rond wat spaardeposito's hebben opgeleverd. Maar één ding moeten we toch, denk ik, als Belgen
onder ogen zien. En dat is dat de netto-interestinkomens van de Belgische banken uiteraard gestegen zijn. Maar als je dat vergelijkt met de andere landen, dat je helemaal niet kunt beweren dat de Belgische banken daarin echte zware kampioenen zijn. U ziet op de rechtse grafiek dat er tal van landen zijn waar de netto-interestinkomens van de banken, dus met andere woorden wat zij door heel die intermediatie overhouden, gevoelig hoger liggen dan in België. Er zijn uiteraard nog wel een aantal landen die eronder komen. Veel heeft eigenlijk te maken met de situatie van inderdaad die vaste rentevoeten, die natuurlijk een heel stuk van die rendabiliteit op de netto-interestmarge sterk beïnvloeden. Als je in een land zit waar je heel snel de hypothecaire kredieten kunt aanpassen en die gelden eigenlijk voor het volledige volume van het uitstaande na een maand of 3-4, ja, dan kun je bij een stijgende rentestand je waarschijnlijk je netto-interestinkomen gevoeliger verbeteren dan het geval is geweest in België. Ik kom dan op een aantal thema's die in het verslag uitvoerig aan bod komen, maar ik voel dat ik veel te traag aan het praten ben en ik ga wat tempo moeten maken. Ik ga proberen bij de volgende slides iets minder uw geduld op de proef te stellen en gewoon naar de essentie te gaan. We hebben over de vastgoedmarkt veel te vertellen in het verslag. Ik ga u zeggen, er is op dit ogenblik geen accident aan de gang. Er is geen reden tot onmiddellijke paniek. Maar het is wel een sector die wij aandachtig opvolgen. Dat is niet alleen in België het geval, dat is in heel het Europese continent vandaag het geval. De stijgende rentes zetten een aantal ondernemingen die blootstelling hebben tegenover commercieel vastgoed eigenlijk onder druk. Gewoon door gezond verstand te gebruiken, weet je dat dat de rendabiliteit kan beïnvloeden. Het probleem is een beetje dat wij weinig kunnen objectiveren of niet zo heel sterk kunnen objectiveren wat de precieze waarden en prijzen zijn die een goede weerspiegeling zijn van de huidige situatie, omdat er ook weinig transacties of minder transacties zijn dan wat je gebruikelijk zou hebben. En dus dat maakt dat je de linkse slide met een stukje relativering moet nemen. Maar ook als we kijken naar de andere indices die we zoeken, dan voelen we dat er zeker een impact is die logischerwijs à la baisse is. Misschien ook nog even signaleren dat wanneer we een internationale vergelijking maken, dat we vaststellen dat de Belgische prijzen voor het commercieel vastgoed in een recenter verleden misschien wat minder zijn gestegen dan in sommige andere landen. Wat leidt tot de boerenverstand, what didn't go up that much, shouldn't go down that tremendously. Maar dat is natuurlijk boerenverstandwijsheid waar je niet noodzakelijk je helemaal kunt aan vasthouden. Deze slide toont u dat we toch wel op heel veel verschillende manieren in de financiële sector blootstelling kennen ten opzichte van die vastgoedsector. Dat gaat dus niet alleen over vastgoed die rechtstreeks in portefeuille gaat, dat gaat ook over leningen aan bedrijven die vastgoed hebben, dat gaat ook over verpanding, over collateral. En met andere woorden, de impact van een eventueel probleem in de vastgoedsector op de financiële sector zou zeker niet gering zijn. En dus, u ziet daar onze aandachtspunten. Wij stellen eigenlijk vast dat we behoefte hebben aan een voldoende gedisciplineerde opvolging. We hebben geen indicaties dat men ongedisciplineerd daarnaar kijkt, maar we zijn soms wat bezorgd over bijvoorbeeld de waarderingen die vandaag nog steeds in de boeken blijven. En wij raden dus de bankiers aan om op tijd te kijken of er eventuele provisies moeten worden geboekt wanneer men zorgen heeft over sommige dingen. Tuurlijk, de banken zijn in de afgelopen crisissen part of the solution geweest en not part of the problem. Een van de elementen van being part of the solution is ook zorgen dat er voldoende rollover van krediet kan blijven bestaan. Dus de stekker uit een verhaal trekken is helemaal niet wat de Nationale Bank aan het aanraden is. Als ik dan los van de CRE naar de kredietverlening naar de bedrijven kijk, dan hebben we ook daar weer een vaststelling dat we so far so good kunnen als synthese geven. Ik trek gewoon uw aandacht op de NPL-ratios, dus de non-performing loans-ratios.
En u ziet dat die, net zoals bij de gezinnen, eigenlijk à la baisse georiënteerd is. So far, so good. Maar nogmaals, wij vragen ons natuurlijk allemaal af, hebben al die centrale bankiers, wanneer ze over de aanpassing en de groeivertraging spraken en de al dan niet harde landing, hebben die zich dan iedere keer laten verleiden tot crying wolf, zonder dat het eigenlijk echt noodzakelijk was? Of hebben we gewoon geluk gehad? We blijven natuurlijk, en daarvoor zijn we ook centrale bankiers, op onze hoede en hopen dat de sector ook aandachtig blijft. Hier ziet u wat ik daarnet heb beloofd. Ik had u gezegd dat we rond de hypothecaire kredieten een sectorale buffer hadden die we lichtjes hebben verlaagd. We hebben die wel tegelijkertijd, wanneer het gaat over de CCYB, wat ook gewoon een andere buffer is, het is een vreselijke naam. De Fransen noemen dat een soort kredietbeschermingsbuffer. En dat is een buffer die we de banken dwingen op te leggen, die we aan de banken opleggen op ogenblikken dat het goed gaat en die we kunnen vrijgeven op ogenblikken dat er een risico bestaat voor een overdreven afkoeling. En die is toegenomen. We hebben die countercyclical buffer geïnstalleerd voor een bedrag van 1,1 miljard nu in april. Dus die bestaat nu al en die gaat opgetrokken worden naar 2,3 miljard in oktober van dit jaar. En dus samen is het effect van die beide wel degelijk een haast verdubbeling van de buffers die wij opleggen aan de Belgische sector. Bij deze slide ga ik niet te lang blijven stilstaan. Met Pierre Wunsch zou u hier zeker recht hebben op een uitleg van een half uur. Bij mij is dat minder het geval. Dat betekent niet dat wij de energieefficiëntie van het Belgische vastgoed niet als een echt aandachtspunt bezien. Dus ik vat u gewoon de slide samen. Wat staat ons daar te doen? Eigenlijk hebben we de banken proberen te begeleiden in de richting van hun data nog sterker in orde te krijgen om te weten wat de energieprestaties zijn van het vastgoed waar zij mee te maken hebben. En daar is echt een flinke vooruitgang geboekt de laatste tijd. Dat is niet eenvoudig. Wij respecteren ook de inspanningen die de banken daarvoor moeten doen. En we willen eigenlijk ook dat in hun kredietverlening zij daar alsmaar meer aandacht aan schenken. U begrijpt dat dat vooral te maken heeft met het transitierisico. Dus in alle fairness, klimaat is een ernstig probleem, heeft ook directe fysische effecten. Voor wat de financiële sector betreft, interesseert ons vooral het transitierisico. Namelijk het feit dat, zelfs al gebeuren er geen incidenten, zelfs al is er geen grote overstroming in uw dorp, die maakt dat je ineens de waarde van je huis ziet verdwijnen. Zelfs al spreek je niet van de fysieke risico's, het feit dat je woont in een woning met score E of F, veroorzaakt op zeker ogenblik gewoon door de manier waarop de overheid een aantal regels in plaats stelt, zorgt ervoor dat je goed in waarde vermindert. En dat uiteraard alles wat daarmee samenhangt in termen van waarborg en dergelijke ook zijn effect heeft. Dat transitierisico, daarvan vragen wij dat de bankiers daar nog aandachtiger naar kijken. Ik kom dan op een ander aspect en dat heeft wel veel meer te maken met dat fysieke risico. Er is een realiteit vandaag, misschien in sommige andere Europese landen zelfs nog straffer dan in België, maar toch ook in België, dat we moeten opletten dat er op zeker ogenblik voor grote catastrofes, zoals de overstromingen die we gekend hebben in Wallonië, ondertussen al meer dan een jaar geleden. Hoe lang, Hilde? Jij weet dat uit het hoofd. Juli 21. We hebben vandaag, zoveel jaren later, nog altijd geen perfect, niet ambiguë oplossing voor het vraagstuk wat doen we wanneer een catastrofe een bepaalde schadeniveau overstijgt. Op het ogenblik dat de verzekeraars ophouden en de herverzekeraars met hen, omdat men aan het wettelijk plafond zit, is het duidelijk dat er een maatschappelijk antwoord nodig is om te zeggen van wie raapt dan nog een deel van de factuur als je al vindt dat je de mensen niet aan hun lot overlaat. En dus dat is een discussie tussen de overheden.
En dus daar dringt de Nationale Bank wel degelijk aan om dat geregeld te krijgen. Wanneer de volgende regering aantreedt, zou dat eigenlijk een van hun prioriteiten moeten zijn. Hier wil ik met deze slide gewoon aandacht vestigen op een zeer lezenswaardig stuk in het macroprudentieel verslag. Maar eigenlijk, ze zijn allemaal interessant om lezen. Maar we hebben gebruik gemaakt van dit verslag om eens een keer een soort inventaris te maken van de fintech in België. Ik vat het u samen, veel te kort, veel te jargonesk, veel te veel in tweets. Eigenlijk niet zo'n hele grote sector, als ik het eerlijk mag zeggen. Enkele duizenden personeelsleden die in dit soort sector aanwezig is. En dat heeft, dat is misschien een beetje de tegenhanger van het feit dat onze financiële instellingen zelf redelijk matuur zijn en zelf heel wat ontwikkeld hebben. En dus het merendeel van de fintech in België is business to business, is namelijk iets wat aangeboden wordt aan de banken die dan vervolgens met hun cliënten rechtstreeks proberen een zo goed als mogelijke omgeving te maken. Dat is natuurlijk naast de betaalinstellingen. De betaalinstellingen waar in de fintech natuurlijk ook, maar dat zijn dan de hele grote ondernemingen. Maar nogmaals, ik raad het u aan als een interessante lectuur. Ik wil ook even stilstaan bij de zogenaamde NBFI's. L'intermédiation financière qui est non bancaire, ce qui, il fut un temps qu'on appelait ça shadow banking, mais apparemment on ne peut plus utiliser ce mot parce que c'est trop shaky ou trop shadowy. Hein. Première conclusion quand même, quand vous voyez le slide, c'est qu'en Belgique, ce secteur, en termes d'importance, n'atteint pas le niveau qui est de coutume, vous le voyez à droite, dans les autres advanced economies. Donc, déjà un secteur un peu plus petit que dans d'autres pays industrialisés. Small and sound staat daar. Ja, fair enough. Wij kijken regelmatig samen met de collega's van de FSMA naar de stand van zaken van de bestaande sector. En wat we daar zien is eigenlijk op dit ogenblik niet iets waar we grote zorgen over moeten hebben. Er is natuurlijk hoe dan ook het vraagstuk van hoe reguleer je een en ander. En dan komt zowel consumentenbescherming ter sprake als stabiliteit. U begrijpt dat wij in de Nationale Bank ons concentreren op het stabiliteitsverhaal. En moeten vaststellen dat vandaag, onder andere door blijkbaar een stevig ontwikkelde financiële sector in de gereglementeerde, die een grote voetafdruk heeft, dat eigenlijk de NBFI's op dit ogenblik niet zo'n bijzonder grote impact hebben. Hier ziet u bij wijze van conclusie een aantal van de zaken die eigenlijk ook al aan bod zijn gekomen in mijn toelichting. Dus het gaat uiteraard over een sterke monitoring die ondertussen ons huismerk is geworden. Maar het gaat dus ook over het aanleggen van kapitaalbuffers. Het enige wat ik eigenlijk in mijn uiteenzetting nog niet heb gegeven, dat is dat er ook zoiets bestaat als een bijkomende buffer voor systemically important banks. Dus naast wat ik u vertelde rond die meer hypothecair gelieerde buffer, wat ik u vertelde rond de countercyclical buffer, bestaat er ook zoiets als een aantal buffers die individueel opgelegd worden aan systemische banken. En daar is Crelan bijgekomen in 2023. De rest heb ik eigenlijk al ongeveer verteld. We hebben uiteraard in ons verslag een aantal belangrijke aanbevelingen. Et donc, je crois que nous devons continuer. Peut-être que je vous ai donné une impression un peu trop circulée, il n'y a rien à voir. Il faut quand même retomber un peu dans notre attitude normale qui consiste à dire géopolitiquement, nous vivons des temps particulièrement incertain. Et donc, si je vous ai donné en rétroviseur l'image de 2023 et vous dites, ben, on peut presque s'endormir ici, les fauteuils de la Banque nationale sont très confortables, ce monsieur, il nous raconte des chiffres qui sont chaque fois soit dans la moyenne, soit plutôt dans le bon. Oui, il y a quelques discussions sur
la rémunération des dépôts, et donc ça fait discuter le Parlement, c'est très bien, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Je ne voudrais pas donner cette impression. Personne n'avait prédit que Poutine allait envahir l'Ukraine. Personne n'a cru qu'on allait connaître la crise d'énergie et l'inflation flambante qui s'en est suivie. Et donc, je ne peux pas vous dire que l'avenir proche ne nous présentera pas avec des mauvaises surprises. Quelque part, en 2023, le fait que ce qui s'est passé de l'autre côté de l'Atlantique avec Silicon Valley Bank et ce qui s'est passé avec Crédit Suisse nous a peut-être même donné un peu une fausse impression de sécurité dans la mesure où, chez nous, ça s'est passé et on n'a pas vraiment connu des éléments d'écho. Ik denk dat het onverstandig zou zijn om ons in slaap te laten wiegen. Er zijn wel degelijk een aantal elementen die ons op onze hoede moeten zetten en waarvoor een stuk provisiepolitiek verstandig is. En dus ja, wij vragen natuurlijk altijd twee dingen tegelijkertijd aan de banken en het is onmogelijk om ze perfect uit te voeren. Dat is, blijf de economie steunen en zorg ervoor dat je voldoende provisies aanlegt. Dus dat is een evenwicht dat natuurlijk deel uitmaakt van het bankiersvak. Wij vinden ten tweede dat er toch echt wel behoefte is aan een iets prudentere, een iets conservatievere inschatting voor wat het commercieel vastgoed betreft, voor wat de CRI betreft. We geloven ook, en we hebben dat heel duidelijk gezegd, niet waar Hilde, dat de regering werk heeft om een kader te maken met betrekking tot de schade bij natuurlijke catastrofes. En voor ons is dat eigenlijk echt een speerpunt in datgene wat we in dit verslag naar voren hebben willen schuiven. En tenslotte, u vindt het daar, en ik ga er niet te veel de aandacht op trekken, we hebben het bezoek gehad van het Internationaal Monetair Fonds, nog niet zo lang geleden, en in het kader van zijn onderzoek, son examen quinquennal du secteur financier belge, le soi-disant FSAP, il y a eu un certain nombre de recommandations qui ont été formulées par l'FMI. Tout compte fait, ils ont plutôt donné un bon rapport à la Belgique, je crois. Ils ont aussi suggéré, ou un peu plus que suggéré, qu'ils estiment en tout cas que l'autonomie de la Banque nationale dans la prise de décisions, notamment pour des décisions macroprudentielles, devrait être augmentée. L'autonomie devrait être augmentée. Il se fait qu'un certain nombre de décisions que nous prenons doivent être avalisées, acceptées, approuvées par arrêté royal. Et là, l'FMI trouve que, au même échelle que les banques centraux indépendants, la lutte pour la stabilité financière, comme la lutte contre l'inflation, devrait être donné dans les mains d'organismes qui jouissent d'une certaine autonomie, en tout cas un peu plus d'autonomie. On a respectueusement présenté ces opinions au gouvernement qui est maintenant un gouvernement sortant et nous le rappellerons bien sûr au prochain gouvernement. Dames en heren, ik heb een beetje nu geduld gebruikt. Ik weet niet of ik mijn tijd overschreden heb met veel minuten, maar ik denk eerlijk gezegd dat ik daar mijn eerlijke best voor heb gedaan. Ik ga misschien de aanbevelingen hier nog laten staan en ik geef met groot genoegen, niet zonder u eerst bedankt te hebben voor uw aandacht, het woord aan het panel. Dank u wel. Bedankt, meneer de vice-gouverneur. We gaan nu over naar het panel. We zijn lichtjes over tijd, maar we beloven om 14:45 zeker de activiteiten te stoppen. We gaan ook nog de zaal even op het einde aan het woord laten voor een aantal vragen. Dus je kan dat beginnen voor te bereiden, mocht je daar zin in hebben. Dus we gaan een aantal thema's verder behandelen, een aantal thema's die al aan bod waren gekomen.
La conclusion du rapport paraît so far so good, ça a été mentionné sur le slide. Pourtant, il y a 4 ans, on a eu la crise Covid. Depuis 2 ans, il y a la guerre horrible en Ukraine. On a eu l'inflation et la réaction des autorités monétaires. Il y a 1 an, ça a été mentionné, il y a eu la crise auprès des banques locales aux États-Unis et d'une grande banque en Suisse. Donc on peut dire the sector is resilient. Maar we haasten ons dan vlug om te zeggen no complacency. En er zijn risico's aan de horizon. Een aantal werden vermeld. Commercial real estate is er een. Interest rate margins die waarschijnlijk gaan verminderen. De noodzaak voor digitalisering, investeringen in digitalisering en de groene klimaattransitie. En vooral, ondanks dat we niet precies weten wat dat betekent, geopolitieke onzekerheden. Maar we hebben een voornaam panel om ons door een aantal van die topics te leiden. Ik ga heel kort de panelleden voorstellen. Die zijn denk ik goed gekend in dit publiek. D'abord madame Marianne Collin, membre du comité direction de Belfius Bank et CRO de la Banque. Mevrouw Hilde Vernaaien, CEO van de PNV-groep en voorzitter van Assuralia. En last but not least, professor Hans de Grijze, professor of finance, KU Leuven. En recent aangesteld als lid van de Advisory Scientific Committee of de ESRB. Dus banksector, verzekeringssector, academia. We hebben niet alleen een distinguished, maar vooral een uiterst geschikt panel om ons door een aantal ontwikkelingen te leiden. We werken rond een 5-tal thema's, maar zoals gezegd, we gaan toch proberen tijdig en uiterlijk om 14:15 af te sluiten. Het eerste thema is het, en het zijn allemaal thema's die al aan bod werden gebracht tijdens de presentatie, was het jaar van de hogere interestvoeten voor de financiële sector. De eerste vraag dan ook aan professor Hans de Grijze. U bent een bevoorrecht waarnemer over die toch wel wat turbulente periode met wat maatschappelijk debat over vergoedingen aan spaarders, de vergoedingen voor het spaarboekje, over de winstgevendheid van de bancaire sector. Plots werden we allemaal specialist renterisicobeheer. Tegen de achtergrond ook, zoals de vice-gouverneur al zei, van de praktijk van vaste hypothecaire of rentevoeten met vaste hypothecaire rente. Dat was een cocktail. Kan u ons even jouw visie geven over hoe de banken dat hebben aangepakt? En elke medaille heeft 2 zijden en een balans heeft een actief en een passief. Misschien toch even beide dimensies onder de aandacht brengen. Oké, dank je wel voor mij dit interessante topic voor te schotelen. Inderdaad, we hebben gezien dat, zoals er iets werd aangegeven, dat de rente door de Europese Centrale Bank op korte tijd van negatief, -0,5 naar 24 dagen 4% gebracht is. En dat heeft inderdaad een aantal effecten gehad. Zowel naar de waardering van de activa op de balans van de, banken, van de private banken, maar ook naar de vergoeding toe van naar de deposito's. En misschien moeten we het even in perspectief stellen. Ik bedoel, die rentestijging was natuurlijk enorm fors in vergelijking met, en snel in vergelijking met de rentestijging die we in het verleden hebben gehad. Maar laten we zeggen, wat we typisch daar merken is eigenlijk dat banken sneller de rente op leningen gaan aanpassen en vaak ook volledig compleet dat gaan doen. En dat ze dat trager gaan doen met betrekking tot deposito's en ook minder compleet gaan doen. En dat is niet nieuw voor de situatie die we vandaag hebben. Dat is eigenlijk iets dat altijd het geval is. Okay? En dat heeft ook een stuk te maken met concurrentie. Dus hoe hoger de concurrentie is, hoe sneller dat uiteindelijk en hoe meer compleet dat zal gebeuren. Okay? Dus dat even in perspectief stellen. Dan de hele discussie die eigenlijk gelopen is, heeft eigenlijk te maken met wat men noemt de fameuze deposito beta. Dus dat betekent eigenlijk de vraag van als de rente door de centrale bank met 1% stijgt, hoeveel wordt daarvan doorgegeven uiteindelijk naar de spaarder? Vroeger noemden we dat interest rate pass-through, maar nu is er een veel modernere concept naar boven gekomen, plotseling deposit beta. Die zie je overal, denk ik, in de pers of toch
in de internationale pers en ook in de gespecialiseerde pers naar boven komen. En als je gaat kijken naar de deposito-beta voor de deposito's weliswaar, dan zie je inderdaad dat die heden ten dagen eigenlijk lager is dan degene dat ze was in vorige cycli. Okay. En dat er wel degelijk een, en dan spreek ik over België, dat er een relatief groot verschil is, zoals reeds werd aangegeven, voor spaardeposito's aan de ene kant en termijndeposito's. En voor termijndeposito's zitten we eigenlijk boven het Europese gemiddelde. Voor spaardeposito's zitten we eigenlijk daar een stuk onder het Europese gemiddelde. Okay. En dan kun je je afvragen, wat zijn de redenen daarvoor? En dan komt inderdaad de balansstructuur van een bank naar voren. Ik denk het eerste dat het zoveel aandacht getrokken heeft, heeft het feit met het, dat we een heel forse rentestijging hebben gehad. Vroeger was het een stuk trager. Ik bedoel, was het om de 3-4 maanden 25 basispunten. En er werd eigenlijk minder daarop gereageerd, als je wil. Dus het feit dat het trok veel minder aandacht. Een tweede zaak is ook dat we in deze cyclus met een inverse rentetermijnstructuur zaten. Dus we hebben eigenlijk een korte termijn rente die 4% ongeveer was. Ik bedoel, de huidige beleidsrente is 4%. Maar de lange termijn rente is natuurlijk volatiel. Maar we zien dat die lange termijn rente, nu spreek ik over de 10-jarige rente, is 70 dagen denk ik rond de 3,2% als ik het nu goed heb. Dus het is een stuk lager dan, laten we zeggen, de korte termijn rente. Wat dus ook maakt dat banken die typisch op korte termijn geld gaan ophalen en eerder op lange termijn gaan uitlenen, dat het ook moeilijker is om dat volledig te gaan doorrekenen. In andere cycli hadden we dat minder. Een derde commentaar die je daar kunt bij geven is, we starten dit keer ook van een negatieve beleidsrente. Okay, dus banken waren verplicht, zeker in België, om een licht positieve, maar weliswaar positieve depositorente te betalen van 0,11%. Daarboven komen banktaxen die ongeveer 35 basispunten zijn. Dus dat betekende eigenlijk dat deposito's eigenlijk voor banken voor de cyclus een blok aan het been waren voor de banken. Okay, dus als je kwam met deposito's naar een bank, ze stuurden je bijna weg. Okay, terwijl het normaal gezien dat eigenlijk een grote bron van inkomsten zou moeten zijn. Okay. En dus dat betekent eigenlijk dat het eerste procent rentestijging die we eigenlijk gezien hebben, dat eigenlijk ons terugbracht, laten we zeggen, op een relatief normale situatie. En eigenlijk mogen we de pas beginnen berekenen, denk ik, vanaf dat eerste, vanaf, bovenop die 1% rentestijging. Een derde element dat belangrijk is, is het feit dat we in een situatie zitten met excess liquiditeit. Okay? Ik bedoel, banken, het is aan het verminderen, maar banken zwemmen eigenlijk in liquiditeit. Okay? Dus dat betekent ook dat zolang dat banken zwemmen in liquiditeit, dus de loan-to-deposit-ratio, dus het aantal leningen ten opzichte van de deposito's, is minder dan 100%, moeten ze eigenlijk collectief niet echt gaan vechten voor deposito's. Okay? En hoe komt dat? Dat heeft te maken met inderdaad het expansieve monetaire beleid dat de laatste jaren is gevoerd, waarbij dat we nu inderdaad merken dat banken nog altijd, op dit ogenblik, inderdaad deposito's gaan aanhouden bij de Europese Centrale Bank, waar ze dus eigenlijk 4% rente op dit ogenblik, er zijn wel minimumreserves die daarop van toepassing zijn, kunnen bekomen. Dus ze moeten eigenlijk niet echt vechten voor deposito's. En dan tenslotte, en dan kom ik naar hetgeen dat waarschijnlijk ook in, vast en zeker vast meespeelt, is de discussie dat Paul de Grauwe, denk ik, sterk naar voren gebracht heeft van er is een transfer van de Europese Centrale Bank naar de private banken, de stakeholders van de private banken. Namelijk het feit dat we collectief als financieel systeem deposito's aanhouden bij de Europese Centrale Bank, daar een rentevergoeding op krijgen. En dat wordt uiteindelijk betaald aan de private banken, die het dan ten dele doorgeven aan de spaarder, ten dele doorgeven ook aan via lagere rentevergoedingen op leningen en zo verder. En het punt dat ik wil maken is, er is enorm veel discussie geweest van we zouden die minimumreserves moeten verhogen. Okay, dat is het ene dat Paul de Grauwe zei, van verhoog de minimumreserves naar 5% tot 10%. Wat zou betekenen dat, stel dat het 10% zou zijn, dat voor elke 100 euro deposito's die een bank binnenkrijgt, dat ze eigenlijk verplicht worden 10 euro aan te houden bij de ECB, maar niet rentedragend. Okay? En dus
Ik kan me inbeelden dat dit scenario ook bij vele banken in hun achterhoofd meespeelt. Dat ze zeggen van, als wij nu hoge rentes gaan beloven, gaan we misschien binnenkort, stel dat, en het ECB heeft ook haar beleidsinstrument, Tarium eigenlijk is het dan het bediscussiëren, dat banken dat een stukje gaan anticiperen en als een risico gaan beschouwen. Okay? Dus het feit dat misschien plotseling op al de deposito's die ze aanhouden, dat daar eventueel hogere minimumreserves zouden van toepassing zijn. En dus in die zin zou je kunnen zeggen, de hele discussie potentieel die daarover gebeurd is, heeft eigenlijk gemaakt dat banken dachten van shit, dat zou misschien wel een keer kunnen gebeuren, laat ons maar die rente niet te veel gaan aanpassen. Okay? Dan, en mijn laatste puntje dat ik wil maken is ook, we hebben inderdaad die hele politieke verontwaardiging gezien. Hè. Ik bedoel, alle politici hebben daarop gesprongen, de media is daarop gesprongen. Maar inderdaad, je kunt nadenken van wat banken nu opnieuw doen is eigenlijk stilaan, eindelijk kunnen ze opnieuw bang zijn, namelijk kunnen ze hun businessmodel van banken opnieuw gaan toepassen, namelijk deposito's aantrekken waar ze eigenlijk een marge op verdienen en kredieten gaan verlenen. Laat het mij even extreem stellen. Tot voor de renteverhogingen van de ECB hadden we dat deposito's enorm duur waren. Dus spaardeposito's waren enorm duur voor de banken. In België hebben we enorm veel leningen met vaste rente, zoals ook aangegeven. Dus alle hypothecaire leningen kennen vaste rente. Door de rentestijging zien we dat de waarde van al die leningen enorm gedaald is. Okay? Dus stel dat je puur een bank, een puur een activa zijde zou zijn, ik bedoel, en je gaat niet naar de deposito's gaan kijken, dan waren de banken nu failliet. Het is zo simpel als het is. Ze hedgen natuurlijk wel, hè? Dus even puur de activa zijde. Maar uiteindelijk kunnen ze nu opnieuw, via die lagere depositbeta, hebben eigenlijk de deposito's, brengen nu opnieuw een marge op. Wat betekent eigenlijk dat door het feit dat we dat deposito's opnieuw een marge gaan opbrengen, zien we eigenlijk dat de waardering van de banken daardoor eigenlijk een stuk hersteld is. Okay? Dus als we die twee gaan samennemen, namelijk door die rentestijging, het feit dat de activa, zeker in België, omwille van die vaste rente fors in waarde gedaald zijn, maar banken kunnen dit niet compenseren een stuk door rentemarge te gaan maken. Okay? En dat is eigenlijk het businessmodel van een bank. Ik bedoel, je kunt daar kritiek op hebben, maar dat is een bank. Ik bedoel, dat betekent niet dat we als overheid kunnen proberen maatregelen te nemen om die deposito-beta proberen omhoog te krijgen. Maar dan moet men ook eens naar zichzelf kijken, namelijk het spaarboekje, daar is geen roerende voorheffing op. Okay. Op termijnrekeningen 30%. Dus dat betekent eigenlijk iedereen die een beetje nadenkt op obligaties, 30% roerende voorheffing. Dus iedereen die een beetje nadenkt om zijn middelen te verschuiven van het spaarboekje naar een ander product, wordt onmiddellijk fiscaal afgestraft. Okay. In België hebben we weinig money market mutual funds. Ik bedoel, geldmarktfondsen waar je inderdaad rond de 3,7, 3,8% zou kunnen opkrijgen. Opnieuw, als je dat doet, betaal je een tax om daarin in te stappen en betaal je 30% meerwaarde, de reinderstax. Dus dat betekent eigenlijk, we hebben het systeem zodanig geconstrueerd dat banken, ja, die spaardeposito's blijven gewoon bij de banken zitten. Okay? En daar moet de politiek, denk ik, zich wel aan tegen het hoofd stoten, namelijk ze moeten nadenken om een fiscale hervorming te doen die barrières eigenlijk gaat wegnemen. Okay? Dus dat is eigenlijk het laatste wat ik daarover wou zeggen. Dank u. Bedankt Hans voor de zeer pedagogische uiteenzetting en de verschillende elementen die je aanbrengt. Marianne, tu veux encore réagir de ce que tu as entendu, nuancer, compléter? Je pense qu'ici, merci Jo, je pense qu'ici, Hans a quand même bien résumé la situation. Je voudrais peut-être faire deux remarques encore et peut-être une conclusion, un sentiment de mon côté. Tout d'abord, peut-être insister sur le fait que ces deux côtés du bilan et gérer 160 milliards après 10 ans de taux bas et taux négatifs, c'est extrêmement challenging et on n'a pas droit à l'erreur.
Là, on n'a vraiment pas droit à l'erreur. Et quand on regarde les crédits hypothécaires qui représentent quand même une part relativement importante des banques belges, les taux sont à 2% sur le passé. Et on a un stock de savings and side accounts. Si on doit augmenter les taux tout de suite, c'est l'ensemble du stock qui est repricé, alors que du côté actif, c'est un flux, c'est le repricing qui va se faire au cours du temps, et donc ça prend du temps. Et donc si on veut éviter d'avoir un squeeze en termes de profitabilité, on doit vraiment être très prudent. Et quand on regarde, on dit on peut se hedger. Oui, mais partiellement. Hein. N'oublions pas qu'en Belgique, on a les prepayments sur les crédits hypothécaires. Et donc, si on hedge l'ensemble de notre book, alors c'est un peu technique du crédit hypothécaire, lors du prepayment, donc, qui va se réaliser aujourd'hui, en plus la loi vient de changer, on ne peut plus demander de overcoding pour ça, il y en a une hedge rupture et l'ensemble des impacts sont pris en PNL. Et donc, ce n'est pas si simple de hedger aujourd'hui le risque de taux avec la structure qu'on connaît en Belgique. Deuxième point, il y a des produits alternatifs. Alors, on a fait probablement des fautes en termes de communication, ça j'en reste persuadée, mais aussi du côté quand on a voulu lancer des nouveaux produits comme un simplement bon de caisse, il nous a fallu 12 mois pour trouver un accord du côté de la FSMA. Donc, je pense qu'aussi en termes de réactivité, et ce n'est pas une critique, mais je pense qu'un bon de caisse, c'est un produit assez simple. Maintenant, il faut faire un prospectus. Pour un bon détail, il n'y a pas de prospectus. Donc, voilà, donc on a essayé de trouver des solutions créatives. On est passé par d'autres produits structurés. Mais là aussi, du côté réactivité, je pense que c'est deux côtés. Alors, pour finir, réactivité, on aurait pu faire mieux. Même moi, en tant que CRO, je pense qu'on était trop lent. Et j'ai prévenu, enfin voilà, on a été trop lent, donc on aurait dû faire mieux. Mais on a certainement encore beaucoup de boulot du côté des banques, c'est en termes de communication. L'exposé que Hans vient de faire, on a essayé de le faire, on n'y est pas parvenu. Et donc je pense qu'on doit vraiment réfléchir sur comment est-ce qu'on arrive à communiquer des choses aussi complexes à la population de manière à pouvoir s'assurer que nos systèmes bancaires restent résilients. Et ça, c'est vraiment la première préoccupation, en tout cas en tant que CRO, c'est rester résilient et pouvoir soutenir l'économie. Et on n'est pas parvenu à ce challenge communication. Et donc ça, on doit vraiment se remettre en question sur le sujet. Merci Marianne. Laten we dit hoofdstuk afsluiten. Ik denk dat de conclusie die op de slide stond, iets complicated, bewaarheid is. Tweede onderwerp en thema dat ook aan bod kwam in de presentatie van de vicegouverneur is het commercieel vastgoed. Hilde, krijgt u naar jou in de eerste plaats. In zijn aanbevelingen verwees de vicegouverneur naar de problematiek van het commercieel vastgoed. De Belgische verzekeringssector is meer dan in de rest van Europa blootgesteld aan risico's op vastgoed en commercieel vastgoed in het bijzonder. Hoe kijkt u naar de ontwikkelingen op deze markt en hoe evalueert u dat voor uw sector? Merci pour la question. Alors, d'abord peut-être, pourquoi est-ce que le secteur d'assurance belge est plus exposé au real estate que les autres pays européens en moyenne? Mais c'est aussi une question d'actifs et de passifs. Hein. Nous réinvestissons les réserves, donc l'argent de nos clients. Et de façon générale, les réserves sur le bilan des compagnies d'assurance belges ont une duration beaucoup plus longue que la moyenne en Europe. Et ça a tout à voir avec le type de produit que nous avons, notamment le deuxième pilier des pensions. Et tous les investissements en immobilier sont des investissements longs, par définition, ce qui permet un réinvestissement correct à des rendements, en principe, intéressants, avec toute la problématique de la valorisation quand il se passe d'autres choses. Et deuxièmement, le real estate est aussi un bon instrument pour se couvrir contre l'inflation. De nouveau, en Belgique, nous avons ce que nous appelons l'accident du travail, un produit dont les réserves sont particulièrement sensibles à l'inflation. Et donc, c'est une deuxième raison pour laquelle les compagnies d'assurance belges ont proportionnellement plus de real estate en portefeuille que leurs collègues européens. Ceci étant dit, quand on dit plus de real estate commercial,
C'est un peu la totalité des choses. C'est des investissements directs en immobilier, ce sont des actions dans des sociétés immobilières, c'est du corporate bond, c'est du prêt hypothécaire, et ce sont potentiellement des fonds real estate. Alors, la question de la valorisation, ben, elle est réelle, parce que hausse des taux, parce que quand c'est de l'investissement direct, c'est souvent dans de l'immobilier de bureau et que le télétravail a fait que il y a beaucoup de bureaux vides, certainement à Bruxelles. Et il y a aussi toute la question de nécessité d'investissement dans la durabilité du real estate. Et donc je crois que c'est pour tout le secteur, mais pas uniquement pour le secteur de l'assurance, un vrai défi d'accompagner les sociétés dans lesquelles on a investi ou les investissements real estate dans cette transition énergétique pour récupérer de la valeur. Alors, un gros avantage pour les assureurs, c'est que nous avons rarement des problèmes de liquidité immédiate et que nous pouvons regarder ça dans la durée. Donc, dans la durée, je ne pense pas que ce soit un vrai problème pour les assureurs. Aujourd'hui, les fonds, par ailleurs, ont probablement, potentiellement, et on a vu certains problèmes sur le marché d'ailleurs déjà maintenant, potentiellement des problèmes de liquidité à un moment donné qui, du coup, génèrent d'autres types de problèmes. Mais personnellement, je ne suis pas trop inquiète sur le secteur de l'assurance dans la mesure où nous pouvons accompagner cela dans la durée. Merci, Hilde. Marianne, du côté bancaire, comment suivez-vous les expositions au marché immobilier commercial dans vos portefeuilles de crédit? Le vice-gouverneur a notamment fait référence à l'importance d'adapter la politique de crédit adéquate au cas par cas afin d'éviter une spirale de prix négatif. Comment vous voyez les choses? Je prends certains, juste chez Belfius, parce que je ne sais pas comment les autres banques fonctionnent. On a travaillé en fait à deux échelles. On a d'abord travaillé sur le portefeuille, donc d'avoir une vision portefeuille. Et c'est de se dire, tiens, c'est quoi nos expositions dans tout ce qui est retail, office, housing. Et donc on a essayé d'avoir, depuis des années, bien avant la crise, essayé d'avoir une segmentation du portefeuille beaucoup plus fine, parce que ces informations, c'est disponible sur papier, mais pas toujours dans les systèmes. Et donc on a investi les dernières années pas mal sur essayer d'avoir une vue claire de notre portefeuille par segment, par critères de risque, hein, LTV, LTR, les fonds propres disponibles dans les projets, les permis disponibles, de manière à avoir ça de manière un peu plus automatisée et pouvoir faire des stress tests plus globaux sur l'ensemble du portefeuille en cas de crise plus systémique qui allait toucher l'ensemble du marché. Donc on a fait ces stress tests, je dirais, globales pour s'assurer qu'on avait une résilience et suffisamment de capital pour survivre une crise du marché immobilier. Et en deuxième axe, on a travaillé de manière plus individuelle et donc on a été réalisé sur nos top expositions par secteur, par sous-segment, des stress tests individuels pour s'assurer que les entreprises étaient résilientes à des stress. Et dès l'augmentation des taux qu'on a connus en 2022, on a commencé à demander aux grands promoteurs et aux grandes entreprises des cash flow planning à 18 mois, puisque c'était vraiment la situation dans laquelle aujourd'hui c'est le perfect storm pour les commercial real estate. Hein, hausse des taux, hausse de l'inflation, marché financier fermé pour certains qui se financent sur les marchés, augmentation des stocks, donc crise de liquidité assez importante. Et donc on leur a demandé assez vite des cash flow planning et on a commencé vraiment des discussions assez intenses avec eux pour s'assurer qu'ils pouvaient survivre les prochains mois. Et donc ça, on a essayé de réaliser. Et par rapport à ces analyses qu'on faisait, ces discussions avec eux, on a augmenté les provisions. Donc je ne sais pas comment la moyenne du secteur a été calculée, mais en tout cas chez Belfius, je peux vous assurer qu'on a plus de provisions qu'on avait avant la crise, et certainement sur le commercial real estate, on a ce qu'on appelle des overlays en IFRS 9, où on provisionne de manière anticipative pour le secteur de l'immobilier. Alors, face à ça, on avait quand même trois considérations, en tout cas deux grandes considérations au départ. C'était, et ça peut sembler bizarre pour une banque individuelle, on avait vraiment, en tout cas de mon côté,
cette idée, il faut maintenir la stabilité financière. On n'a pas envie d'être au niveau des banques, en tout cas chez Belfius, on ne voulait pas déclencher nous-mêmes la crise. Et donc, dans les discussions qu'on avait avec les entreprises de real estate, on a vraiment essayé de comprendre, un, quels étaient leurs besoins, et on a essayé d'être chaque fois à leur côté pour financer les augmentations de stock ou financer les fermetures du marché financier. Donc, on a vraiment essayé d'accompagner le client, et je peux vous assurer que même pour certains clients, c'était au-delà de notre appétit, pas spécialement au risque, mais l'appétit qu'on avait défini pour l'entreprise. Donc, je pense vraiment qu'on a pris nos responsabilités. Je ne sais pas si les banques aujourd'hui, c'est grâce à eux que le marché s'est moins, en tout cas, c'est moins corrigé que dans d'autres pays. En tout cas, je peux vous dire qu'on a vraiment pris nos responsabilités, on a accompagné nos clients. Le deuxième, c'est qu'on a quand même, d'un point de vue risk management, revu quand même nos critères à l'octroi. Et les dernières années, force est de constater qu'on avait quand même dévié pas mal de guidelines internes qu'on avait en prêtant, par exemple, avec des loan to value plus élevés que ce qu'on avait en interne. Il y avait toujours des bonnes raisons. Parfois on était même au niveau corporate, au niveau holding et pas au niveau de projet, donc on a quand même revu un peu nos critères à l'octroi et on a demandé plus que de collatéral que ce qu'on avait par le passé, et dans les cas plus graves, quand c'était sur des watchlists où on s'attendait à des situations plus compliquées, des revalorisations de collatéral. Donc on a essayé vraiment de soutenir l'économie, mais en même temps quand même d'avoir un risk management prudent dans la période qu'on connaît actuelle. Est-ce que le marché demain va se redresser? Je pense que le marché, en tout cas du commercial real estate, va encore prendre de longs mois, voire trimestres, avant de retrouver un certain équilibre, et notamment que les entreprises sont vraiment conscientes que les taux, ils vont rester élevés. Alors les taux courts vont peut-être baisser, mais moi je reste persuadée que les taux longs vont rester plus élevés. Et donc il y a vraiment encore cette conscientisation au niveau des entreprises du secteur de la construction de se dire que la structure de financement, elle ne sera plus la même qu'avant la crise. Et ça, je pense que toutes les entreprises ne sont pas encore tout à fait conscientes. On a un rôle de awareness au niveau des banques, on le fait. Mais il y a encore un niveau d'ajustement qui doit se faire au-delà des considérations d'ESG qu'on discutera encore par la suite. Merci Marianne. Si on passe maintenant vers le résidentiel, et je reste chez toi, là le message dans le rapport est plutôt rassurant pour l'instant, mais avec pas mal d'incertitudes sur l'évolution du marché going forward, et notamment cette année et au-delà. Comment vous voyez l'évolution de ce marché? Je pense que le marché, il est relativement bien résilient. On a vu qu'effectivement, le taux de défaut et les prix étaient restés globalement stables. Et effectivement, quand on a un marché du travail qui est quand même bien résilient, et je m'attends à ce que ce marché du travail soit restendu, et donc un niveau de chômage peu élevé avec un système d'indexation qui a ses défauts et ses forces. Ici, c'est une force pour les particuliers. Je pense que la probabilité de défaut, en tout cas, elle va rester basse. On se pose plus des questions, évidemment, c'est sur les valeurs des collatéraux, donc ce qu'on appelle la LGD, où là, évidemment, tout ce qui est énergie et transition est un réel défi. On voit déjà depuis quelques années, d'ailleurs, que le prix, même si au niveau macro, il est resté stable, quand on regarde par EPC, on a quand même des différenciations assez importantes. Et donc, je pense que le grand défi aujourd'hui de l'ensemble des banques, mais également des gouvernements, c'est comment on va financer cette transition. On l'estime à 400 milliards pour le bâti résidentiel. Je pense que les banques ont la capacité de financer ces rénovations, en tout cas les augmentations de prêts qui seront nécessaires. Mais il y a quand même deux questions importantes. La première, pour moi, c'est la capacité. Est-ce qu'on a les hommes de métier en Belgique pour faire ces rénovations? Et aujourd'hui, quand on demande aux spécialistes, la réponse est non. Donc, il n'y a pas suffisamment de spécialistes sur le marché. Deux, est-ce qu'on peut passer d'un PEB G à A de manière simple avec les technologies d'aujourd'hui? La réponse est aussi non. Et la troisième question, qui est plus politique probablement, c'est de se dire, aujourd'hui, quand on a des gens qui n'ont pas la capacité de réaliser ces rénovations, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que le rôle des banques est vraiment très compliqué aujourd'hui, je trouve, dans les stratégies environnementales. On nous demande de jouer un rôle politique que l'on n'a pas. Et on reviendra sur le débat tout à l'heure. Aujourd'hui, on essaie de trouver un équilibre entre, évidemment, être prudent d'un point de vue risque et intégrer les attentes prudentielles, notamment de la BCE,
et en même temps tenir compte d'un certain niveau de fairness et d'une volonté politique que les banques continuent à jouer leur rôle. Et donc aujourd'hui, devoir intégrer les normes PC pour des clients qui probablement n'ont pas la capacité de rénover, ça, c'est très compliqué. Et donc aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé cet équilibre sur comment financer les rénovations ou comment adapter nos critères à l'octroi, sachant qu'il y a des gens qui vont tomber en dehors du bateau. Et aujourd'hui, pour l'instant, je veux dire, chez Belfus, on ne l'a pas encore fait. Pour cette raison, parce qu'on n'arrive pas à trouver cet équilibre entre le E et le S. On veut rester fair pour les clients, on ne veut pas qu'une partie de la population n'ait plus accès au marché immobilier. Et en même temps, on se dit, on doit quand même faire quelque chose du point de vue de la transition. Alors, on développe plein de produits, hein, donc c'est pas... Mais là, le point de vue des attentes prudentielles qui sont intégrées, par exemple, dans le pricing, les EPC, dans les valorisations du collatéral, ça va toucher une partie des plus vulnérables en Belgique. Et cet équilibre, on ne l'a pas encore trouvé. Et je pense que ça requiert un débat clairement avec les autorités politiques, mais aussi avec les autorités prudentielles, pour trouver le bon équilibre et s'assurer que personne ne tombe hors du bateau. Denk ik een cruciaal debat. Dat brengt ons volop in het debat over het klimaat. De vice-gouverneur heeft aangegeven dat we dat vooral bekijken vanuit het oogpunt van energie-efficiëntie van woningen. Ik denk dat Marianne daar al heeft verduidelijk wat de positie van de bank, of minstens van Belfius is, met belangrijke kanttekeningen. Hilde, hoe kijken jullie vanuit de verzekeringskant tegenover die problematiek van energie-efficiëntie van gebouwen. We hebben net gezegd, er zijn aanzienlijke exposures in de verzekeringssector ten aanzien van het vastgoed in het algemeen. En die dimensie energie-efficiëntie speelt een belangrijkere rol. En hoe kijken jullie daar naartoe vanuit verzekeringsoogpunt? Wel, ik kan alleen maar beamen wat Marianne juist gezegd heeft. Hè. De uitdaging is van iedereen mee te nemen in die transitie, niemand langs de weg te laten staan. En dat gaat een heel moeilijke zijn. Als het gaat over kredietverstrekking, de groep BNV geeft wel hypothecaire leningen. Niet alle verzekeraars doen dat. Je kunt proberen je tarieven aantrekkelijk te maken om woningen te renoveren en om ze energie-efficiënter te maken. Maar dat gaat altijd een zeer beperkte impact hebben als het gaat over inclusie van iedereen. Hetzelfde als het gaat over het verzekeren van woningen. Hè. Dus ook daar kijken we vandaag naar de... energiecertificaten en proberen we mensen aan te zetten om minimale renovaties te doen om dan toch wel een gunstiger tarief te krijgen in verzekeringen. Maar dat zijn heel kleine stappen. En wat we als groep BNV mee begonnen zijn, we hadden dat vroeger nooit gedaan. Wij waren in real estate enkel in kantoorgebouwen geïnvesteerd. We zijn zelf gestart, samen uiteraard met promotoren, met het bouwen van duurzame woningen voor een... lage huurprijs. Dus dat is een druppel op een hete plaat natuurlijk, wat wij in staat zijn van te doen. Ja, ook bedankt om die ervaring te delen. Hans, als je gehoord hebt naar de problematiek, en ESG-problematiek is een bredere problematiek dan enkel energie-efficiëntie, maar als je enigszins op afstand kijkt naar hoe de financiële sector, en je hebt twee verhalen hier van banken en verzekeringen gehoord, hoe beoordeelt u de wijze waarop de financiële sector omgaat met die problematiek van energie-efficiëntie, maar ESG en klimaatproblematiek in het algemeen? Ik beloof dat ik dit keer wat korter ga antwoorden op je vraag, want ik heb daarnet denk ik wat te veel tijd genomen. Het is een hele moeilijke vraag, denk ik, om goed te beantwoorden. Dus ik probeer nu meer vanuit, laten we zeggen, wat ik de laatste tijd qua academische papers daarover heb gezien. En ik denk dat banken zeker en vast hun best doen, en ook verzekeringsmaatschappijen,
zoals veel andere, laten we zeggen, niet-financiële bedrijven, zich proberen aan te passen. Maar wat eigenlijk opvalt uit die onderzoeken is eigenlijk twee zaken. Hè. Bedoel, dus de vraag is altijd woorden versus daden. Ik bedoel, je ziet veel woorden, iedereen veel woorden. Maar is dat ook gekoppeld aan daden? En als je dan de literatuur bekijkt, eigenlijk dan, het schiet een beetje in alle richtingen uit. Maar wat dat er een beetje naar boven komt, is eigenlijk wat alles wat zichtbaar is. Ik bedoel, in termen van grote bedrijven, exposures aan grote bedrijven, aan gesyndiceerde leningen die makkelijker zichtbaar zijn, zien we dat banken eigenlijk hun woorden volgen. Als we kijken naar dingen die minder zichtbaar zijn, kleinere bedrijven enzovoort, dat blijkbaar daar het woord niet altijd bij de daad wordt gevoegd. Dat is eigenlijk een van de bevindingen. Misschien heeft het te maken met meten. En dan nog een tweede commentaar die ik zou willen maken, en dan stop ik, is... Dus een grote vraag, denk ik, heeft ook te maken nu met de verstrenging van het monetaire beleid. Dus het feit dat we een forse rentestijging hebben gehad. En dus daar is de discussie van, gaat dat eigenlijk, is dat extra moeilijk voor, laten we zeggen, groene bedrijven om zich nu, om laten we zeggen, leningen te bekomen en dergelijke meer. Wat dat daar eigenlijk... Het resultaat was inderdaad, we zien dus dat de rente inderdaad gestegen is voor alle bedrijven, maar blijkbaar is eigenlijk de discount die de groene bedrijven krijgen nu net iets groter dan datgene dat voordien was. Wat dus eigenlijk impliceert dat, laten we zeggen, de rentestijging niet noodzakelijk de groene bedrijven en laten we zeggen de transitie volledig ongedaan zou maken. Dus dat daar toch een soort begrip en forward-looking gedrag van, laten we zeggen, de bank- en de verzekeringssector is, om proberen daar toch wat heterogene prijszettingen eigenlijk proberen te doen en milder te zijn naar bedrijven die wel degelijk de transitie willen maken. Bedankt om dit inzicht te willen delen. Een laatste thema is over, en de vice-gouverneur heeft er sterk de nadruk op gelegd, de insurance protection gap. En dan richt ik me uiteraard naar Hilde, vooral ook met de pet van voorzitter van Assuralia. Het klimaatvraagstuk affecteert niet alleen de activa kant, maar ook de verzekeringsactiviteiten zelf. Zoals gezegd, er is sterk de nadruk gelegd in de presentatie over de problematiek van de insurance protection gap. In het bijzonder in de context van de Belgische wetgeving rond natuurrampen. Hoe kijken jullie als sector daar naartoe en naar ook de suggesties die door de Nationale Bank werden gedaan? Ik denk dat we dit al veel gezegd hebben en dank aan de Nationale Bank om ook deze boodschap constant te blijven herhalen. Dus in België zijn mensen goed verzekerd tegen natuurrampen. In die zin dat de dekking tegen natuurrampen een verplichte dekking is in de brandverzekering, wat wij noemen eenvoudige risico's, betekent gezinnen, maar ook kleine bedrijven. De verzekeraars kunnen in bepaalde omstandigheden dat risico niet alleen dragen, omdat men spreekt van een cumulrisico. En dat is exact wat gebeurd is in juli 2021, als door evenement van toen is iets dat gebeurt met een probabiliteit om de 200 jaar, volgens de modellen van toen. Ondertussen is dat al geëvolueerd, hè, dus dat zou wel veel meer zijn. Dan moeten verzekeraars zich kunnen beperken in een tussenkomst. Anders gaan die gewoon overkop. Dat is wat men noemt een cumulrisico. Daarom was er een overeenkomst met de overheid om het andere gedeelte, dus het niet door de verzekeraars vergoede gedeelte, op zich te nemen met een fonds. En dit is op zijn Belgisch op het moment van de invoering een federaal fonds was. Die materie is geregionaliseerd. Dus de fondsen zijn regionaal geworden, maar de bedragen zijn niet aangepast aan de
werkelijkheid van vandaag en aan de risico's van vandaag. En ook de regelgeving is niet omgevormd in afdoende regionale regelgeving. Dit is de situatie. We hebben in de urgentie van 21, omwille van de mensen die we wouden beschermen, in alle nood en urgentie een oplossing gevonden om alle schade te dekken die verzekerd was met een historisch akkoord, voornamelijk met de Waalse regio, maar ook met de twee andere regio's. Ondertussen is de federale regelgeving aangepast aan iets realistischere bedragen, maar is de tussenkomst van de overheden nog steeds niet geregeld. En dat maakt dat in geval van ergere toestanden dan wat we gezien hebben in 21, we opnieuw voor hetzelfde probleem zouden staan. En het is onmogelijk voor de verzekeringssector en voor de overheden van opnieuw dezelfde oplossingen uit te rollen. Daarom de warme oproep aan de overheden om daar dringend werk van te maken. En daar dringend werk van te maken, het is niet alleen geld, het gaat ook over preventie, het gaat ook over investeren in infrastructuur. Dus we hebben even toch wel bang afgewacht wat de regen van voorbije nacht zou geven. Ze is gelukkig niet op Limburg gevallen, maar op Nederland. Nederland heeft bijna geen schade. Dit was ook het geval in 21. Dit is omdat men vroegtijdig geïnvesteerd heeft in infrastructuur, wat in België niet gebeurt of te weinig gebeurt. Als we spreken over preventie, hebben we ook nood aan urgentieplannen, interventieplannen die steek houden over de regio's en over de landgrenzen heen, want het water stopt niet aan de grenzen. En dus daarnaast dan een fonds of fondsen die afdoende zijn om de mensen te vergoeden, in ieder geval voor de risico's waar ze verzekerd voor zijn, en dan de overheid moet zorgen voor wat niet verzekerd is. Er zijn manieren om dat te doen. De verzekeringssector heeft verschillende concrete voorstellen gedaan om dit te doen, ook om dit mee te helpen financieren, regionaal, federaal en ook Europees. EIOPA doet zelf een aantal suggesties. Maar er zal nog veel werk aan de winkel zijn om dit te kunnen realiseren. Dank voor de heldere toelichting alvast over de problematiek en de oproep. Dit is het einde van de thema's die we wilden voorzien.